Dag dames en heren, ook van onze tweeën van harte welkom in Tabor, waar we nog altijd met temperaturen zitten van om en bij het vriespunt. Dit is de grote favoriet. Het zal allemaal van Tommeke afhangen, Meeuwse, of we nog eens een keertje wereldkampioen worden. Al moet je ook rekening houden, dat hebben we geleerd bij de juniors, met outsiders. Hè? Walsleben was de laatste wereldkampioen, daar stond geen maat op. En ook op Alpert het jaar voordien in Treviso stond geen maat. Hetzelfde mag gezegd worden over Lars Boom, Belgisch kampioen. Wat zeg ik, Nederlands kampioen bij de profs. Maar hij crost dit seizoen niet meer, ook dat weet u. Groeten uit Kalmthout, die zijn er vanochtend al bij. Essen ligt een dorp hoger, wat meer tegen de Nederlandse grens aan. En dat is waar Tom Meeuwsen vandaan komt. Daar zien we ook Geoffroy. Hij heeft beloofd dat hij de wedstrijd zou dynamiteren. De deelnemers, Weber, interessante Duitser. Meissen laat zich ook wel eens zien. Geoffroy, goed onthouden. Dan Meeuwsen en Arnouts. Adams is een keertje wereldkampioen bij de juniores. Baastaans en de Nubelaren. En Van Kompernol, die was vierde in de laatste manche van de wereldbeker. Kasper Szczepaniak won die. Jonge Pool. Cominelli en Silvestri zijn altijd goed op WK's. Corné van Kessel werd Nederlands kampioen vorig jaar op het podium bij de juniores. Danny Summerhill, goede Amerikaan. Petrus en Polnitski en Karel Nick, ooit winnaar bij ons. Ook interessante figuren. En we hebben gezien dat ze in orde zijn. En dan Robert Gavenda, Europees kampioen. Ook een kloeke kerel. Kijk naar die Hongaarse naam. Wat die waard is als crosser, weet ik niet, maar hij heet wel Puskás. En dan hebben we ook een paar mannen uit Mongolië. En dan nog een Kazak. Hier staat Marek Komwa. Meeuwsen is vooral bevreesd voor de Polen, de gebroeders Szczepaniak en Komwa. Hier krijgen we Pavel Szczepaniak. Kloeke kerel, hè? De man met de meeste regelmaat van de gebroeders. En dan Geoffroy. Je vais dynamiter la course, zei op de uitreiking van de wereldbekerprijzen. Tom Meeuwsen, kan hij met de druk om? Dat was de twee voorbije jaren niet het geval. Nu moet het, hè? De wereldbekerwinnaar, met andere woorden, Tom Meeuwsen. Dan krijgen we hier die Gavenda, ploegmaat van Tom Meeuwsen, hè? En dit is Tijmen IJsing, wereldkampioen bij de juniors van vorig jaar. Dan gaan we eens even kijken naar Mickey van Empel. En dan zagen we in de hoek nog Jim Arnouts. Het parcours, 3,1 km. Een ijzig parcours. Kleine verschillen bij de juniors. We gaan hier voor 50 minuten. Ik voorspel spanning. En jij, Paul? Absoluut. Ongetwijfeld zal er spanning bij te pas komen. Je ziet het zo, je kunt het zo aflezen aan de renners. Daar straks was het een klein beetje valse start en ze zijn hier ook heel gespannen. En we zijn vertrokken. Woeps. Voor die rechte lijn zeer snel naar een bocht naar rechts. En dan na een brede bocht naar rechts rijden we een eerste keer het veld in. Nou ja, het veld, een ijsvlakte. Al gaan we wel wat meer bespatte medemensen zien. Hè. De Belgen goed vertrokken. Daar een paar mannen die het noorden wat kwijt waren bij het aansnijden van die bocht. En ze zijn allemaal doorheen gekomen. Ja, dat is het geval. Zingem groet de Belgen. Een van de Nederlanders schoot daar als een komeet weg. We gaan hem zo meteen opvangen. Hier op de Stibarheuvelpol. Ja, het is echt aangewezen om hier al vooraan te zitten. Er is een bocht van 180 graden en je komt er dus binnen 1 à 2 secondjes aan. De eerste gaan daar doorgeraken, maar de anderen die moeten gaan lopen, die moeten gaan trekken, die moeten gaan duwen. Ze kunnen daar allemaal niet gelijktijdig door. Arnouts en Meeuwsen zijn in elk geval heel goed vertrokken. Hebben goed gebruik gemaakt van hun positie op de eerste startlijst. De top 16 van de wereldbeker mag de eerste twee rijen, bevolken. En dan wordt er gestart volgens de landenformule. We gaan een paar keer die Stibar heel op. Stibar heeft gevraagd om dit speciaal aan te leggen. En we zagen bij de juniors dat hier toch al wat verschillen genoteerd werden. We zagen Van Kompernolle daar circa als 15e op zijn ros springen.
op en af de heuvel. De lange rechte stukken zijn niet echt lange, Paul, dat is een vaststelling. Het is het parcours van de 1001 bochten. Dat komt er helemaal naar voren geschoven. Dus heel veel bochtenwerk. Die paar lange stukken die moeten dus echt niet meetellen. Als je daarop hopt van daar nog iets goed te maken, ze komen er echt wel keer op keer. Dus die bochten van 180 graden, heel veelvuldig voor. Van Empel voor Arnouts. Dan een van de Chepagnacs, meen ik, die daar al vaart maakt. Tom Meeuwsen in de vierde, vijfde positie. En dan wat verderop naar Baastaatse zoeken. Daar heb je hem, de man uit de Tremelo. En dan probeert men ook nog eens de eerste Tsjech mee te pikken. Die zat al een klein beetje verderop. Ik dacht Petrouch erkend te hebben. Getalenteerd, maar een beetje in minder doen. Daar zien we een beweging naar voren van Tijmen IJsing, wereldkampioen bij de juniores vorig jaar. Wat verderop zien we ook Lars van der Haar. Daar zien we Meeuwsen heel goed binnenkant bocht. De twee Belgen in de achtervolging op de ontsnapte pool. Ja. Dus Tom kwam bijna vooraan, helemaal. Dus, maar Jim reed daar nog. Nu praten in deze veel lawaaierige zone daar. Dus dat is onmogelijk om dan te zeggen, Jim, ga aan de kant. Dat is nu nog niet aan de orde. Ik zag Conwa daar afstoppen. We hadden ook rekening met de Italianen. We zagen daar Silvestri. Dat is zo'n patriot die in staat is om zich bij de eerste te plaatsen. In elk geval een blitstart van hier, Pavel Chepagnac. Dat is de man van de regelmaat. Kasper is de man die won, zijn wat jongere broer, in Hogerheide. En dat was een beetje tot in ieders verrassing. Renaat, waar sta jij? Bij het uitrijden van de materiaalzone. Hij draait hier vlak voor mijn neus. Het is Pavel Chepagnac, de leider, nog altijd. En dan Jim Arnouts, tweede positie. Dat is knap. Dan nog een Pool, Conwa, die het paaltje vastneemt. Meeuwsen, vierde positie. Dan de eerste Nederlander, dat is dus Van Empel. Dan zagen we inderdaad die Italiaan, Silvestri. Dan nog een Nederlander, Van Kessel. En dan Michel Huenders. En dan zien we verderop Jan de Nieuwelaar zitten. Maar dat is al een serieuze achterstand. En ze moeten nu al aan de balken zijn. Nog meegeven hier, valpartij van een Amerikaan. Dat is een Amerikaan met nummer 33, Townsend. En daarachter zit Van Kopperdel. Die heeft de start niet echt kunnen lukken. Ja, en ondertussen zagen we een knieval van Tom Meeuwsen daar bij zijn specialiteit. Nogthans de balkjes. Al heeft hij daar die balkjes al wel al lopend genomen. Maar we zagen hem daar even door de knieën gaan. Laten we hopen dat hij die knie niet bezeerd heeft. David Menger uit de Tsjechische Republiek is daar wel tegen de vlakte gegaan. Laten we voor Tom hopen dat hij meteen vaart kan maken. Want het is niet evident om daarop te springen. Hè? Hier is Chepagnac. Ja, dat is daar zeker niet gemakkelijk. Dus en over een uurtje was het nog aan het truppelen. Maar we hebben hier zicht op een ijspegeltje, een ijspinneke. En dat is gestopt. Dus dat wil zeggen dat het vanaf nu toch begint terug te vriezen. Dus zeker opletten voor de valpartijen. Meeuwsen voorbij Jim Arnouts. Had je toch niet vangen door een te snel aanvangstempo, Tom Meeuwsen. Dat hebben we ook bij Vermeers gezien. Die trok al vandoor in de tweede ronde. Had hij daarmee gewacht tot ronde 4, dan zou hij misschien wel wereldkampioen geworden zijn. Daar als supporters van Nijs, die zijn er wel vroeg bij. Morgen verwachten we hier toch om en bij de 20.000 toeschouwers. En dat is voor Tabor begrippen een massa. Dat gaan ze haast allemaal doen. Dat paaltje of dat draadje daar vastpakken. Oei, en dan stropt het, hè? Ja, dus hij gaat daar proberen te draaien, dus maar hij stond nog tegen het paaltje. Dus dan moet je dus niet meer gaan proberen om daar nog rond te slingeren. Dus hoog tijd voor Tom Meeuwsen nu om toch naar deze twee polen naartoe te rijden. Die moet je niet laten vertrekken. Die gaan dus heel goed overeenkomen, die mannen. Spreken dezelfde taal. Natuurlijk. Laten we voor ze hopen, hè. Hier komt nu Tom Meeuwsen op de tweede trap. Dat is er eentje van 10 treden. Om en bij de 35 hoog. Dat is de beste pittig. Dan Jim Arnouts, de Belgische kampioen, ook op ijs. Dan Jouffroy. Dan Silvestri, menen we. Dan een paar Nederlanders. En hier Baastaans. Die mag ons verrassen na een toch wel een beetje slap seizoen. Dat moet en mag gezegd worden. En hier hebben we nog een van de landgenoten met het nummer 14. Is dat Jan de Nieuwelaren, de ex-motorcrosser. En hier Lars van der Haar, vorig jaar de meest ontgoochelde Nederlander. Hij had hard gewerkt, maar reed uiteindelijk niet in de dikke prijs. Daarvan Kompernolle nog, die nog net bovenkomt aan het wiel van Salviani. Het nummer 16 van Kompernolle, onze zesde man eigenlijk. Hè? Ja, en je ziet het op het parcours dat het een klein beetje gedooid heeft. Dus net boven het vriespunt geweest, dus, maar daar gaat verandering in komen. Op ieder WK heb je wel een aantal patriotten die boven zichzelf uitgroeien. En dat moeten hier dan maar deze Polen zijn. Daar heb je ze, ja. Met z'n tweeën. Een koppel.
Ze zijn samengevloeid. Nu uitkijken wat Tom Meeuwse doet. Hè. Tom op een secondje of vier daarnet. 4-5 maximum. Dat is wel goed gezien. Het is Komba aan het wiel van Chepagnac. Laten we ervan uitgaan dat de andere Chepagnac, dat hij daar nog in het groepje met Meeuwse zit. Dus twee mannen vooruit sturen. De Belgen een beetje nerveus maken. Met andere woorden, een putsch neerzetten. Hè. Maar er komt er eentje aan de bocht, Renaat. Ja, het zijn 5 seconden de achterstand voor Meeuwse. Arnolds daar kort achter. Dan inderdaad Jouffroy. Dan zien we de eerste Nederlander met Silvestri. Dan nog meer Nederlanders. Hier dan met Bastans. Dat is op 14 seconden. Dan zien we Huwenders op 15 seconden. En dan nog een Belg hier. Ja, de Nieuwelaren op 23 seconden is dat. Het vriest meer in Polen dan bij ons. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik kan me wel een beetje inbeelden dat deze knapen deze situatie wel kennen. Al moet gezegd dat ook de Chepagnacs vaak bij ons verblijven. Dat is dan in de streek van, jawel, Baal-Tremelo, Betekom om precies te zijn. Dat is Chepagnac, Pavel en dan Marek Komba daar aan het wiel. Iedere bocht, Paul, blijf het zeggen, is een avontuur. Ja, dat is ook zo. Dus je weet maar nooit wanneer dat het noodlot gaat toeslaan. En zeker met die weersverwachtingen, die weersvoorspellingen. Vannacht gaat het toch echt vriezen. Dus dan zal dit fenomeen niet meer naar voren komen. Dus dat klein beetje schuiven. Morgen blijft het dus overdag ook helemaal vriezen. Maar de vraag is, hoe gaat het allemaal aflopen? Vooraan nu. Is niet aangewezen om daar met zout op te zitten, hè? Daar moet je dus echt afblijven. Maar het is wel gebeurd. Hè. Ze hebben er met zout aan kijken hoe dat die jongens nu helemaal bespet zijn. Dat is het resultaat van het zout. Dit is een rotstuk, hè, Tom Meeuwse. Hier kun je je verdorie kapot rijden. Hè. Dan kun je misschien maar beter hulp hebben. Jouffroy die komt eraan, daar nu door die bocht. Dan heb je nog een stukje asfalt, vooraleer je alweer aan een stuk ijs begint. Hier Tijmen Eysing. Hele snelle start, hoor. Moordende start, als je het mij vraagt. Daar pas Gavenda, die zat ver. Daar vlak voor Huwenders met rug nummer 29. Dat ziet er niet goed uit voor Gavenda. Maar die heeft wel power. Die kan misschien toch nog wel wat terrein goed maken. Meeuwsen is daar ingelopen door een paar anderen. Dat ja, moet Jouffroy met Arnoud zijn. Ja, Jim hangt er heel goed aan. En van de tweede, Chepagnac. Kasper, voorlopig geen spoor. Of heb ik hem dan net gemist? Jawel, hij is er ook bij. Jawel, hij zit jawel, op 10 seconden bij Van Kessel en bij Silvestri. Rondetijd 7.50. De juniors die reden 8.01. Dus dat is een gemiddelde van 23.7. De juniors haalden 23.2. Om u maar te zeggen dat het allemaal wel rap gaat, maar het is geen echt supersnel parcours, dus belastend. Het is heel, heel verraderlijk. Dus het is logisch dat de renners niet overal voluit kunnen gaan. De bochten van 180 graden hebben we nog niet echt helemaal geteld, maar ze zijn dus uitdrukkelijk aanwezig. De duur mag voor Meeuwsen en voor een paar anderen zeker geen probleem zijn. Meeuwsen reed in het Belgisch kampioenschap een vol uur en bezette daar de derde plaats. Maar het zijn de Polen die de dienst uitmaken op een van de lastigste stroken hier. Hè. Dit is een pittig stukje. En wat duurt het lang? Ah, daar komt dan toch de eerste landgenoot. Ja, hij kan best zijn tijd nemen. Dus Tom, we hebben het daar straks al eens een keer gezien. En hier zijn ze dan ook nog met heel veel bij elkaar. Dus het is zomaar niet dat Tom er knal, boem, patat van wegrijdt. Dat hij het maar op zijn gemak doet. Het duurt nog lang genoeg. Rechts trekken is niet hetzelfde als links trekken, hè? Dat hebben we ook al eens meegemaakt. De meeste mensen hebben dat nog niet gehoord, hè? Nee, maar dat is ook zo. Dus we hebben daar straks gezien onze kleine Belg vooraan, die dat dus moest zich proberen rond zo'n paaltje te slingeren. En hij loste de greep, dus kwam bijna ten val. Van Kompernolle zit op een 23e plaats op 34 seconden. Hier zien we Tom Meeuwsen en daar zit Jouffroy, ex-wereldkampioen bij de juniors. Dat was in Treviso. Jouffroy, een jongen uit Marseille. En dan Kasper Chepagnac. Voor hem ziet het er allemaal uitstekend uit. Hè? Laat die Belgen dat maar oplossen. En Adams, Jury Adams, die is pas 39ste op 52 seconden. Een verklaring daarvoor, Paul? Adams is niet de echte specialist op het ijs. Dus laat dit hier verdwijnen. En Adams zou volume genoeg gehad hebben om hier dus een hele goede uitslag te rijden. Maar zo'n spekgladde toestanden, hij haat dat.
Tom moet al veel geven en is ook toch wel een klein beetje verrast door de blitzkrieg van de Polen. Ah, hij is toch goed bezig. Hè. Normaal valt zijn bekje zo wat open, maar er is nu nog geen sprake van. Dus heel veel vertrouwen heb ik in deze Tom Meeuwsen. Er is een soort van afspraak. Kijk, hij doet het. Ik wilde het net zeggen. Er is een soort van afspraak tussen Nijs en Meeuwsen. Nijs had Meeuwsen gezegd, als jij durft, doe ik het ook. Amai, Tom. Die eerste, de hoogste, ging vlot. Maar die tweede, dat was kantje boordje, stond er met zijn achterwiel te balanceren. Ja. Hij gooit nog zijn armen naar voren en daardoor viel hij dan naar beneden. En dan, ja, het is wel een stunt, man. Als je dit allemaal bekijkt, als we dit nog eens een herhaling kunnen zien, dat was chic. Er is daar nog een taluutje voor, hè? Dus hij komt van erg diep. Hè? Dat is daar een hoogteverschil van om een beide meter. Maar er is nog wel een tussentrapje. Zo moet je dat bekijken. Het is jammer dat een camera dat niet goed in beeld kan brengen. En voor mijn part mogen ze die jump nog eens laten zien. Tja, maar de man die dat zou laten zien zit hier in de cabine achter ons. Dus Gunther Hergots, anders hadden we het al lang gezien. Daar komt Kasper Šepaňák. Kasper Šepaňák is naar voren gesprongen. En wat gebeurt er met Meeuwsen? Hij moet het tempo wel bijbenen natuurlijk. Hè. Dan gaan we een vijftal krijgen. Maar Šepaňák die is van achter dat wiel van Meeuwsen en Joufra uitgesprongen. Het zijn de Polen die de wedstrijd nog meer in handen gaan nemen. Goh, ja, wat hè? Goh, goh. Met drie man. En bij Meeuwsen lijkt op dit ogenblik de fut een klein beetje weg. Laten we hopen dat het maar een momentopname is en dat hij daarvan herstelt. Polen boven. Op naar het volgende sleutelpunt. Dit is een technisch stukje. Hier moet Tom Meeuwsen dan weer zijn voordeel uitdoen. En laten we dan voor hem en ook voor Joufra hopen dat die Polen toch eens een keertje stilvallen. Het is wel een heel hoog tempo. Er moeten in totaal 7 ronden afgelegd worden. Mannen houden daar rekening mee. Dat wil zeggen bij de volgende passage nog 5 stuks. Dan ziet het er naar uit dat we boven de 50 minuten gaan. Opletten, hè. Er gaan er hier een paar zijn die zichzelf gaan opblazen. Daar zien we. Jim Arnouts is redelijk teruggevallen tot bij Vincent Bastaans nu. Ja, die zijn verstand gebruikt. Niet vergaloperen, dat is de boodschap. Ja, maar deze jongens laten vertrekken, dat is echt zou heel, heel dom zijn. Dus 3 man nu laten vertrekken. Als je echt kunt, moet je toch wel aansluiten. En als je dan nog meer lef hebt, er u knal tussen plaatsen. Meeuwsen heeft zich, denk ik, een klein beetje vergaloppeerd in die jacht op die twee Polen. Moet daar een bres laten van een meter of 15. Iedere bocht brengt weer hoop. Waar verschijnt hij? Daar komt hij pas, zie je? Hij maakt daar een slippertje. Moet over dat kleine diepje heen. Hier een vertraagde weergave van de 10 trappen. Blijft dus continu naar zijn fiets zien of het alles nog in orde is. Alle details tellen. De trap waar Vervecke de wereldkampioenschappen of het WK in 2001 in zijn voordeel beslechte. Renaat. 1, 2 en 3 Polen. Het blijft indrukwekkend om te zien. De mannen van Solidarnosc. En die hebben een kleine voorsprong. Ja, toch een seconde of 2 op Joufra. En dan 7 seconden de achterstand voor Tom Meeuwsen. Joufra die bocht daar alles behalve ideaal aansneed. Kijken of Meeuwsen daar dat wiel kan wippen. Hij probeert dat in elk geval. De Nederlanders zijn op dit moment 5 en 6. Dan zien we 7, 8. 8 en 9 zijn 2 Belgen. 8e op dit moment Arnouts. 9e goede Bastaans. En dan kijken naar de andere Belgen, dat is de Nieuwelaren geloof ik, maar die gaat al op meer dan een halve minuut volgen. Het is Van Kopperdol. En meer gaat deze wedstrijd toch wel een individuele strijd worden. Hè? Ik kan me niet inbeelden dat deze Dekselse Polen dit triootje een volle 40 minuten nog gaan volhouden. Het zou me verbazen. Het doet me een klein beetje denken aan de putsch van de Quicksteps in Parijs-Roubaix in 96. Al is ook die vergelijking een klein beetje overtrokken, misplaatst. Meeuwsen durft later in de remmen dan de tegenstand. Maakt die bocht nagenoeg perfect. En dat is niet het geval met de eerste Nederlander. Die gaat er ook bij liggen. Pats, voilà. En daar gaat de tweede dan handig gebruik van maken. We zagen Corné van Kessel. Hier ook onze Belgen, alle twee onderuit. Bastaans en ook Jim Arnouts. Jim Arnouts.
Oeh, dit is een gladde bocht. Ja, dat is dus wat een ellende. Echt van schrik. Hè. Ze zien daar de Nederlander onderuit schuiven. Het eerste dat je doet, dat is aan uw handrem trekken. En binnen de kortste keren liggen tegen de grond. Oeh, het lijken wel gebeten honden. Hè. En dan zie je daar in de achtergrond Tom Beuse ploeteren om dan toch maar een paar seconden goed te maken. Kan ook dat wiel van de Geoffroy niet houden. Geoffroy is nog wel bitter jong en heeft de gewoonte om in die crossen wat terug te vallen. Geoffroy op 5 seconden, Meese op 8 seconden. En dan gaan we verder kijken naar de passages. Hier zien we Tijmen Eysing. Maar eerst Silvestri op 18 seconden. Dan Tijmen Eysing, de wereldkampioen bij de juniors van vorig jaar. Dat zou Grant moeten zijn. Dat is ook zo op 25 seconden. Dan Van Kessel en Baastaans. En dan is de top 10 nagenoeg rond. Rondetijd van de Verenigde Polen, 6:29. Hier nog eens die smakkert. Ja, wauw. Dan in de achtergrond al het blauw tegen de grond. Van Corné van Kessel. Ja. En dit is rampzalig. Ja. Hier zijn dus grote problemen. De posten, het is een dubbele post. Wat dacht u? Ver van elkaar. Dit is de Nieuwelaren. De Nieuwelaren die al wat meer naar de achtergrond verdrongen was. Goed, 2 kilometer tussen post 1 en post 2. Als je dus tussenin een probleem hebt... Dan mag je er een kruis over maken. Hopelijk komt Geoffroy heel snel aansluiten. Dat dat bikkelharde tempo er binnen de kortste keren wordt uitgehaald. Want ja, zolang dat die 3 vooruitrijden, 3 Polen, 3 mannen van hetzelfde land. Ja, die rijden nu al eigenlijk met gedachten van we kunnen alle 3 op het podium kruipen. Waarom zouden die naar elkaar gaan kijken of speculeren? Arno Geoffroy, maak dat je erbij bent. Pavel Šepanjak, de oudste van de twee, zagen we daar heel even naar zijn mechaniek kijken. Zit alles nog oké? Daar komt Meese toch alweer aan. Moet een beetje zijn eigen ritme vinden en dan hopen dat de Polen wat stilvallen. Om op die manier toch nog een aanspraak te maken op de titel. Hij heeft het nogal gedaan hoor. Hij is er nogal in geslaagd om uit de achtergrond terug te keren en toch nog de wedstrijd in zijn voordeel te beslechten. Nogmaals, in Hogerijden was het wel zijn ploegmaat Kasper Šepanjak die het haalde hè, voor Meese. Ja, speelt ook nog mee vooraan natuurlijk. Dus broederliefde, mannen die dat dus echt door het vuur gaan voor elkaar. Om het tempo toch maar erin te houden. Dit is niet evident. Je moet hier op je zadel blijven zitten om het gewicht vol op dat achterwiel te houden. Als je gaat op je trappers lopen, dan kun je je vermogen niet kwijt, want dan ga je patineren. Ja, dan gaat het slippen, het achterwiel, en dan kom je helemaal niet vooruit. Dus heel gevaarlijk om met je knie nog tegen je stuurpen te stoten en dan is het over, want dat is een heel pijnlijke bedoeling. Ik denk dat de Geoffroy de Polen bijna te pakken heeft, tenminste 1 van ze. Er is er eentje die het wat moeilijker heeft. Misschien gaan die 2 vooraan nu een klein beetje inhouden. Al is dat niet eigen aan de cross. Laten we zeggen, vanaf ronde 3, vanaf ronde 4 wordt dat meer en meer ieder voor zich. Daar heb je Geoffroy. En zag je het snot al aan de kinnebak bengelen? Deze man is rot van talent hoor. Geoffroy. De jongste van het gezelschap vooraan. Meese is de post binnengereden. Ja, is de post binnengereden. Niet echt een nadeel dus, maar... Hopelijk haalt hij iets heel goed voor de dag. Een fiets met iets ander materiaal, met een klein beetje andere druk. Het zou dus wonderen kunnen doen en daar moeten we voorlopig op rekenen. Opgelet, vooral die tweede is gevaarlijk. Met overschot nu, hè. Dus knap gesprongen. Zal dus ook Nijs nu aan het motiveren zijn, want dat hebben ze dus wel afgesproken. Als jij springt, Tommeke, dan spring ik ook. Ja. Maar durf je dat dan nog als 33-jarige? Enfin, dat is dan werk voor morgen. Ja, maar hier is geen sprake van er stokhout van te maken. Hè. Hier is Kasper Šepanjak. Zo mooi over. Dus, en Konva. Ja. En Geoffroy. En daar heb je hem al. Laat dit zien als er niemand in de pad rijdt. Je zult verbaasd zijn. Aanval van Pavel Šepanjak. De man die de debatten daarnet opende. En wat doen deze twee dan? Een klein beetje een gat laten vallen. En toch is Geoffroy er nog niet helemaal bij. Idem dito hier Tom Meusen. Renaat. Ja, inderdaad. Het lijkt erop alsof ze het gaat laten vallen. Maar dan toch niet van hard hoor, want ze onderhouden nog tempo. Šepanjak hier met de moeder wanhoop, zo lijkt het een beetje. Het lijkt me toch een tactisch plan te zijn. Hè. Opvallend dat de Kasper Šepanjak, de sterkste van de 3 Polen, toch in 3e positie blijft. 9 seconden de achterstand voor Geoffroy op de koploper. En dan komt hier Tom Beuse. Dat zijn toch 14 seconden. Dan moet hij iets goed maken. En ik kan je verzekeren, wanneer hij over die balken springt, het publiek hier wordt wild. De lokale speaker ook trouwens. Ja. Maar hij heeft zijn achterstand al wel zien verdubbelen.
En dat is toch wel een pijnpunt. Ja, heeft er natuurlijk ook mee te maken. Dus de post binnenrijden biedt natuurlijk geen voordelen. Hè. Ze rijden daar tegen 30 langs de linkse kant. En zelf moet hij nog eens gaan afstappen op een strook waar dat bijna niemand komt. Want niemand komt in de materiaalpost. Dus laten we hopen dat het daarmee te maken heeft. Komva. En dan de jongste van de Champagnacs. En hier is toch die Geoffroy al. Nou, die geraakt er maar niet echt helemaal op. En dan Meefse. Het is en het blijft nog allemaal speelbaar. Hij heeft in die paar wedstrijden bij de profs toch wel wat ervaring opgedaan. Daar Silvestri met een wat wilde zwaai. Dan Grand, een Zwitser uit de Valais. Uit het zuiden van Zwitserland. Die kan volgend seizoen zijn ding doen in de Wereldbekercross. De openingsmatch van de Wereldbeker in Eigelen. Renaat. Nog altijd Pavel Šepanjak aan de leiding. Hij gaat weer naar zo'n 180 graden. Mocht hij die andere polen, die blijven op diezelfde achterstand ongeveer. Hij is klokken hier aan die 180 graden. Hij kijkt achterom, hij ziet zijn landgenoten rijden. En die draaien op 5 seconden. En dan komt hier Geoffroy. Geoffroy die er dus niet bij geraakt is. En die terrein verliest tegenover de Poolse armada. 11 seconden de achterstand door de Fransman. Status quo voor Tom Meeuwse. Die op draait op 14, 15 seconden. De blik staat op oneindig. De blik is geconcentreerd. De blik is gefocust. Maar raakt hij er nog bij? In een afdaling. Je zou versteld staan mocht je die in de realiteit zien. Dat gaat nog een stuk meer bergaf dan dit beeld met die hoge camera toont. En dat mag straks opnieuw nog eens gezegd worden als ze over die brug gaan. Dat is echt een wilde duik naar beneden waar je het moet aandurven laten in de remmen te gaan. Renaat. Bastaans is op dit moment 11e op 42 seconden. En dan 17e zien we Jim Arnouts, 18e Kenneth van Kompernolle. Dat zal op bijna een minuut zijn. Wel, de situatie is duidelijk. Er is op dit ogenblik maar één Belg die in aanmerking komt voor de top 5. Dit is de eerste pool. Dan wordt daar al een renner gedubbeld. Dat lijkt me de Kazak. Daar komen Polen 2 en 3. Het is Pavel Šepanjak, dus de oudste van het tweetal. En dan is het Konwa natuurlijk, dus, want de broer gaat nooit achter zijn andere broer aanrijden. Dus jij bedoelt, ze komen dan toch ook niet helemaal overeen? Nou, dat kan niet, hè. Helemaal niet, dus, maar het is Konwa die dus echt... Ai, ja, en dat een snipper van de Kazak. Ja, die snapt nog altijd niet dat hij best uit de weg gaat. Ryzhkov en dan Geoffroy, en daar is Meeuwse al. Daar is Meeuwse al. Als Geoffroy en Meeuwse elkaar nog een beetje weten te vinden, vooral in die lange rechte stukken hier bij de aankomst, waar de wind ook een beetje parten speelt, dan, dan kunnen ze misschien nog wat van de voorsprong van de Polen afprutsen. Kijk, die vlaggen maar staan. Al heb ik de indruk dat de wind vanochtend een beetje strakker stond. Hier Pavel Šepanjak. Die vierde werd in Huis de Zolder. Vijfde in Roubaix. Geoffroy mag omkijken. Waar blijft die Meeuwse toch? En dan moet hij toch iedere keer weer het volle pond geven. Hè? Ja, Geoffroy naar beneden kijken. Kwam daar bijna tegen die sneeuw. En dat is zomaar geen sneeuw. Dat is iets dat daar al min 20 heeft gehad. Dat is keihard. Als je daar tegen terecht moest komen, ligt het tegen de grond. Tekenend voor de progressie van Meeuwse is dat hij nu knokt. Al heeft hij weer een paar seconden moeten prijsgeven. Nu op 17, daarnet op 14. De Meeuwse van pakweg vorig jaar of 2 jaar geleden, die zou nu allang het kopje laten hangen hebben. Hij moet blijven knokken. Dan Grand en Silvestri. Oh, hier Gavenda. En hier Bastaans. Gavenda, die zien we nog wel een stukje opschuiven. De derde ronde is de snelste. 7.43. We halen de 24 per uur. 24.1. Raken vertrouwd natuurlijk de renners met het parcours. Zijn aan het aftasten van hoe hard dat ze door die bocht of die bocht kunnen gaan. En daardoor misschien toch die snelle ronde nu. Daar zitten we bij de Zwitser Grand. Die in de zesde positie voorbijgekomen is. Daarachter Silvestri. Dat is de zevende voorlopig. Daarachter moet dan Tijmen Eysink komen. Maar die is ondertussen ook al voorbijgereden door Gavenda en mogelijk ook door Trentin. Steeds weer kijkt hij naar zijn derailleur. Ja, verontrustend natuurlijk. Het zou heel raar zijn, dus, want ze hebben dus wel door nat gereden. Stel je voor dat het nu brusk onder het vriespunt, maar dan zou hij iets meemaken. Dan moeten de renners binnen de kortste keren andere fiets gaan halen, want alles zou bevriezen. Het is verschrikkelijk veel ijs in dit parcours, dames en heren.
Zeer, zeer zwaar. Een echt intervalparcours. En Meersen heeft nu Jouffroy te pakken, Renaat. Ja, veeleisend en ook zeer gevaarlijk. Want er is een Italiaan zwaar gevallen. Hij luistert naar de naam Domenico Salviani. Hij wordt op dit moment geïmmobiliseerd door de hulpdiensten. En dat gebeurt op het parcours in een bocht recht naar de Mario de Klerkbrug. Je weet wel waar dat ongeveer gebeurt op het parcours. Ik hoop dat ze hem daar eigenlijk wegkrijgen voor de koplopers hier passeren. Want hij ligt daar binnenkant bocht. En op dit moment is toch een klein beetje in de weg. Aan de andere kant, het is ernstig met die jongen. Ze gaan hem zo meteen afvoeren met de ambulance en hopelijk komt het goed met hem. Terwijl wij in de achtergrond kijken naar een paar mannen die al een eindje ver naar achter geschoven zijn. Graag een beeld van de kop van de koers. Ik heb de indruk dat de regisseur uit de Tsjechische Republiek het noorden een beetje kwijtgeraakt is. Dit is een zwoegende medemens uit Italië. Dat zou wel eens Silvestri kunnen zijn. Met inderdaad daar onmiddellijk achter hem Robert Gavenda. Die we toch veel dichter vooraan verwacht hadden. En dan Tijmen Eising. Dit is Grand die net uit het beeld verdwijnt. Laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer een overzicht krijgen van de mannen vooraan. Ik denk dat Bastaans daar nu net die bocht aansnijdt. Hier hebben we de eenzame koploper. Die er ook vorig jaar al bij was bij de belofte. En daar nota bene derde werd. Ja. Waar Walsleben won. En dat is toch zijn broer nu. Overgenomen van Conwa. Met het nummer 19 inderdaad Kasper Szczepaniak. De man van Hoogerijden. En dan Meersen. En als hij dat nog blijft doen een paar keer, dan gaat er toch nog een van die Polen aan. Hoor. Ja, hij moet zich verplicht voelen hè, op deze manier. Elke seconde telt. Hij heeft geen keuze. Dus elke strook dat benut kan worden, moet hij proberen ja, iets uit te halen. Meer risico's gaan pakken. En die balken, ja, daar moeten we niet bij vertellen dat dat grote risico's zijn. Maar hij kan het. Hij komt in elk geval in een goede cadans. En er is nog altijd een mogelijkheid dat er één of twee van die Polen die zelf vergaloperen, dames en heren. Want ze gaan straks toch een beetje versteld staan. Dat ze nog aan een zevende ronde moeten beginnen. Hè? Als hun tank al een beetje leeg is. Als ze al moeten schrapen naar het krapselink in de moel. Daar heb je Tom. Ja, op een lastige strook. Uit Essen. Het langste stuk van het parcours hier. Talent zat. De grootste acrobaat van allemaal. Elite inbegrepen. Maar dat temperament speelde vaak op. Renaat. Pavel Szczepaniak is nu de plek voorbij waar de Italiaan te val is gekomen. Zonder problemen. En ja, daar toch even voet uit de klikpedaal. En die voorsprong, als je hier zo langs het parcours staat, is toch behoorlijk indrukwekkend hoor. Dat zijn, even kijken, op zijn broer 13 seconden. En dan op de andere pool 16 seconden. Dat zijn toch al serieuze verschillen in deze fase van de wedstrijd. Maar hier komt Tom Meeuwsen. Vierde stek, vierde positie. Voetjes uit het klikpedaal. Alle risico in die bocht. De handen niet aan de remmen. En daar gaat hij. Het zijn ja, bijna 30 seconden, dat is veel. Dat is inderdaad veel. Dan is er al meteen een kwak van 13 seconden bovenop gekomen bij het vorige verschil hier aan de streep. Met andere woorden, deze Polen hebben werk gemaakt van dit WK. Ze hebben zich uitstekend voorbereid. Ze hebben in dit WK geïnvesteerd. Renaat. Ja, en een val ook nog van Meeuwsen. Maar binnen de kortste keren stond hij weer recht en sprong hij op zijn fiets. Nu is hij op de trappen, de bekende trappen, maar toch weer extra secondenverlies. En misschien ook wel een mentaal tikje voor Tom Meeuwsen, die viel. Jammer. En we horen dat in Brussel het beeld weggevallen is. Dus net een val van Tom Meeuwsen. Die daar toch nog altijd voor Jouffroy uitrijdt. Wij krijgen nu een beeld van Pavel Szczepaniak. Dat is de oudste van de twee Poolse brothers. Is echt een costo. Zeer breed geschouderd. En die heeft zijn voorsprong opgebouwd, uitgebouwd tot een goede 10 seconden op de eerste van zijn achtervolgers. En dat is zijn broer Kasper. En mocht een Pool winnen, dan is dat de eerste keer in de geschiedenis van de cross dat dat gebeurt. Tenminste in de categorie bij de belofte. Een categorie die nog zeer jong is. Eerste keer dat dat WK georganiseerd werd, dat was in 1996. En we horen tot uw blijdschap, onze blijdschap, dat het beeld weer terug is. Kijken, achterom natuurlijk. Maar het is groter aan het worden. Die Pavel Szczepaniak die heeft in geen enkele wereldbekerwedstrijd meegedaan voor de zege. Wel voor de ereplaatsen, hè? Maar is niet op het podium geraakt. Hè? Nee, op geen moment.
vorig jaar in Hoogrijden op het WK, zoals ik al zei, wel. Polen boven. Het is een kampioenschapsman. En ze zijn slechts met z'n drieën gestart, hè? Wij met zes. Ja. En dan de grote leemte. Het wordt stilaan een grote leegte. Ja, het is niet goed, hè, op dit gebied voor Tom Meeuwsen. Dus hij springt daar, heeft daar een strook waar hij een paar seconden kan terugnemen. Maar het is Jouffroy die dat elke keer terugkomt aansluiten. Dus het ziet er niet echt heel super uit voor Tom Meeuwsen nu. Waarbij nog eens bewezen wordt dat hij niet van het gehalte is van een Albert, maar die was dan ook in zijn klasse superieur 2 jaar geleden. Het is niet aan een ieder gegeven om wereldkampioen te worden bij de belofte en een jaar erop al meteen naar de wereldtitel te grijpen bij de profs. Hier hebben we Chepagnac. En dan is de man achter hem toch nog knap aan het jagen. Dat is zijn broer, hè? Ja. Die komt hier door op 8 seconden. Ziet hem geven. En dan Komba, die er nog nooit in geslaagd is om voorbij Meeuwsen te komen dit seizoen. Op 15 seconden. En dan moeten we wellicht al een halve minuut wachten alvorens dat koppel hier over de aankomst komt. Dus het wordt lastig voor een medaille. Ze blijven nog altijd rondes klokken van om en bij de 7.45. Dus het gaat nog altijd razendsnel, bijna 24 per uur. Kijk, al 36 seconden. En we zijn op 3 ronden van het einde, dames en heren. Dat wil zeggen dat we nu ruim voorbij half cross zijn. Daar komt Silvestri met Grand. Van Cominelli, die andere te verwachten Italiaan, voorlopig geen spoor, tenzij die daarvoor de binnenkomt. Daar komt nu Gavenda aan. Kin is natuurlijk opgerukt, dus maar daar weet je natuurlijk dat dat veel te laat is. Dus hij zat misschien op 15 plaatsen achteruit daar straks. Met Ijsing, Trentin, dan Sascha Weber, dan Polnitschki. Is dat de eerste Tsjech? En dan Mickey van Empel. Hier met het rugnummer 26, inderdaad, Mickey van Empel. Baastaans, die zou in 14e positie moeten zitten. En dat is zo op 1.22 in het gezelschap van Compernolle, die is 15e. Dan Lars van der Haar, die is 16e, dat is een Nederlander. Het is nu wachten op de passage van Jim Arnouts, die zich toch wel een beetje verslikt heeft in die snelle start. Ja, blijkbaar. Jim kan in principe dus geweldig uit de voeten. Op hard bevroren ondergrond, maar of dat dan nu nog heel veel sprake van was, met even boven het vriespunt te komen, is natuurlijk een andere zaak. Hier ben ik toch eens benieuwd, hè? Krijgen we een broedermoord? Tja, dat is de vraag natuurlijk. Dit is de Konwa Marek. Alweer een lastig stuk. Vooral omdat je na die looppassage een eind nodig hebt alvorens je je fiets kunt opspringen. Jouffroy weer voorbij Meeuwsen. Meeuwsen altijd een beetje onorthodox hier op dit punt. Zijn fiets bovenaan het frame vasthoudend. En daar dan toch weer een goede 15 meter lopen alvorens je die fiets opgeraakt. Jim Arnouts is weggezakt naar een 22e plaats en volgt nu al op 2 minuten en 5. Op een bepaald moment gaat het natuurlijk in het kopje allemaal breken. Het brein zegt voert. En dan rij je maar aan, Renaat. Ik denk dat de ene broer de andere aan het vermoorden is. Maar goed, hij is er nog altijd niet bij. Het zijn 6 seconden de achterstand voor Casper op Pavel. Die duidelijk het bord van Konwa eerst heeft leeggegeten voor hij aan zijn eigen bord is begonnen. De 3 Polen vermoorden hier de koers. Want als we dan de achterstand zien van Meeuwsen en Jouffroy, dat is nog altijd status quo zo te zien. In elk geval, Meeuwsen loopt verder uit van Jouffroy. Maar wat geeft dat op dit moment? Geen medaille. En valt er nog eentje van die Polen terug? Deze Komba bijvoorbeeld, een lichtgewicht. Maar die heeft natuurlijk weer dat voordeel van dat pluimgewicht beter in die lange hellende stroken, hè? Kijk, het is een tijdje geleden dat we ze nog zo dicht in elkaars beeld konden vangen. Ja, maar Pavel krijgt het moeilijk, maar ja, Casper ook. Vond hij een tand te groot? Iets te groot, dus, en dat is de man dus waar dat Danny de Bie voor kan gaan supporteren, want die rijdt in zijn ploeg. De Casper. De Casper, maar de andere die zit dan weer bij Babocco. Ah, door u allen gekend. Renaat. 5-6 seconden is het verschil tussen de twee broers. 18 seconden de achterstand voor de derde pool. En dan kijken we reikhalzend uit naar Tom Meeuwsen. Hier komt hij na de balkjes. Meeuwsen, maar nog altijd meer dan een halve minuut de achterstand. 31 seconden in de bocht boven. Dan heeft hij wat goed gemaakt.
hier aan de passage op de streep waren het, als ik me dat goed herinner, 36 seconden daarnet. En dat Choufara zou terugvallen in de tweede helft, dat hebben we voorspeld. Het zal alsmaar moeilijker worden, maar gezien zijn jeugd en zijn frail gabarit zou het wel eens kunnen dat hij volgend jaar een stuk sterker voor de dag gaat komen en een gooi gaat doen naar de titel, als hij tenminste dan nog meedoet in deze categorie. Hè. Want na Mouret gaat de leegte, tenzij Chanel ons allemaal weet te verrassen. En als de situatie zo blijft, de Chepagnac vooraan. Het waren zeker geen sukkels, maar de topfavoriet was Meuse. Vanochtend was de topfavoriet Van der Poel. Het zijn de outsiders die het flikken, hè? Dat is waar. Ja, de echte mannen die dat aanspraak maken op de overwinning, die dat er misschien wel grotendeels recht op hebben, krijgen voorlopig kletsen. En toch moet Meuse hier doorzetten. Hè? Ook met het oog op dat eerste jaar bij de profs moet hij in zijn kop steken. Ik wil absoluut naar dat podium. Hè? Dat is al een overwinning op zich. Hier Pavel. En daar komt Kasper al. Ja, dat is maar een secondje of drie, vier. De vervekke trap. Of moeten we Mario de Klerk trap zeggen? Die daar toen Dlask een pad in de korf zette door een knieval te maken en zijn fiets wat open te trekken. Ja, volgens Vervekke was er geen sprake van. Hij zou zo ook gewonnen hebben. Dus maar in koerstermen was het toch wel hoog nodig dat Mario daar een klein beetje gebruik van maakt. Ik heb Vervekke nog nooit weten liegen. Dat is waar, dat is waar. Maar hij zal het niet weten dat hij liegt. Daar Meuse. Op 32 seconden. Status quo met daarnet. De Fransman Geoffroy uit Marseille die verliest daarentegen een klein beetje terrein. En moet ook al een beetje naar achteren kijken. Komt er nog gevaar uit de achtergrond? Niet meteen. Hij zal dat zeker nog een ronde kunnen uitzingen. Hele mooie stijl heeft hij ook. Maar van dynamite. La course is niet veel. Van in huis gekomen. Het zijn de Polen die het hem gedaan hebben. En we krijgen twee broers. En hoe los je dat nu op? Staat Paas Chepagnac langs de kant. Ja, ze rijden natuurlijk voor een andere sponsor. Daar zal ook wel een klein prijskaartje aan verbonden zijn. Dus ik denk dat die jongens het heel sportief gaan spelen. En dus ieders proberen de zegen naar zich toe te halen. Renat. Ja, de twee Polen schaatsen naar beneden in een strook bergaf waar de wind ijzig koud waait wel op de kop staat. En op dit moment is de aansluiting in die linkerbocht een feit zo goed als toch. Nog een lengte zit ertussen, maar dat zal niet lang meer duren. Pavel en Kasper, het kampioenschap van de familie Chepagnac kan nu definitief beginnen. Want Conwa, de derde Pool, die hangt op 17 seconden. Dat is nog niet kansloos, maar dan moet hij toch al een half mirakel tevoorschijn toveren om hier kans te maken op de wereldtitel. En Meuse kijkt naar die Conwa, wil misschien nog die bronzen medaille, maar de achterstand blijft status quo. 30 seconden de achterstand voor de man van Telenet Fidea. En wat is zijn achterstand op Conwa? Probeer dat eens vast te leggen, Renato. Dat interesseert ons. 12 seconden, hè? 12 seconden, oké. Okay. Dat is nog haalbaar. Voilà. De broederstrijd. Die ben ik toch wel eens benieuwd, hè? Je kan dat maar best eerlijk oplossen, hè? En volgaan. Dat de beste wint. Dat is het beste. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk als ze hier moesten gaan praten. Laat het dan nog broers zijn. Nee, ze hebben dat niet nodig. Ze steken er kop en nek bovenuit. Er is een verhaal, dames en heren, dat Paul Herreggers eens een keertje naar de cross ging. Een cross bij ons. En dat hij tot de 20ste moest wachten. En dat hij zei, deze eerste, die wordt coureur. Ja. Deze man hier. Kasper Chepagnac, waar was dat? Dat is waar. En dat was in Ruddervoorde. Dus daar waren de renners nog in de zon reden. Dus heel goed weer. Helemaal in het begin van het seizoen. En toen was ik zo aan het tellen. De die kan geen kruiwuren, de die wel. En de die nee. Natuurlijk komt er veel meer nee voor de dag dan wel. Dus maar die Chepagnac, heel mooi gebouwd. Geweldige poten onder zijn lijf. Ik zeg, dat kan nu coureur worden. Dus hij rijdt hier in tweede positie. Dus een Danny de Bie heeft hij naar zijn ploeg gehaald. Daar komt Marek Conwa. En Marek Conwa komt hier door op even klokken, 18 seconden. Daar komt Meuse dan toch al in het zicht. Is overgeschakeld naar een wat groter verzet. Met de tong wat uit de bek. Het kopje knikt nog altijd niet. Zoals Pollem ooit eens Jantje Knik noemde. Hij komt op 31 seconden nog altijd status quo. Ja. Dat is een goede 13, 14 seconden van Daan van Brons. Hij moet proberen naar Conwa te rijden. Conwa zal het nu binnen de kosten keren wel heel koud gaan krijgen. Want hij zit dus met blote benen te rijden. Geoffroy op 5. Hier Grand. Meestal goed voor een top 10 notering, maar denk ik niet van die klasse om de Zwitserse cross wat meer schwung te geven. Met Silvestri, die blijven op hun plek.
Dit is Gavenda, die zoals zo vaak in de jongste wereldbekercrossen van achteren naar voren komt. Eising, volgend jaar doet hij mee voor de eerste prijs, zeker weten. En dan Weber. Eising heeft klasse, talent. Eerstejaarsbelofte, hè? Dat is altijd een dik probleem, hoor. Hier krijgen we met 22 Trentin. En dan Polnitski. En daar komt Van Empel achter. Lastig stuk, hè? Ja. En ook een klein beetje schuine kant hier. Dan gaan ze naar beneden. En daar was het heel moeilijk om echt op uw benen te blijven staan. Het was spekglad. Ben je nu al een beetje wijzer geworden, Paul, met het oog op de cross van morgenmiddag? Ja, in principe moeten renners hier niet naar kijken. Het gaat morgen dus totaal anders zijn. Het kwik zakt vannacht tot min 10. En we kunnen ons daar toch wel een klein beetje op vastpinnen, want dit was allemaal voorspelbaar. Klein gaatje daar vooraan. Wat moeizamer bij de ene Sepanjak dan bij de andere. Hier Konva. Tom Meusen komt daar al aan, Renaat. En problemen ondertussen voor Kasper. Kasper heeft problemen om in zijn klikpedaal te geraken. En op die manier kan zijn broer een paar seconden wegschuifelen. Zijn er 3, 4 en hij staat hier zo goed als stil in die bochten. Kasper Sepanjak, ik denk dat hij een probleem heeft. Nog dikker problemen voor Konva. Die ging tot 2 keer tegen de vlakte op zijn knie. Kan Meusen daarvan profiteren? Dat is de hamvraag. Ja, het is ook heel moeilijk voor Tom om daar boven te geraken. Dus, maar hij krijgt hier wel de kans. Konva tot 2 keer toe tegen de grond. Dus Tom moet erin geloven en hij moet proberen naar de derde plaats te rijden. Hier Silvestri en Grand die daar ook even blijft plakken. Hè. Het wordt daar spekglad. Oelalala. Dan Gavenda, dan Eising. Ook hij heeft daar dikke problemen. Draait er volkomen in de soep. En dan Weber, Renaat. En Meusen die gaat terugkeren, hoor. Het zijn nog 3, 4 seconden het verschil tussen Konva en Meusen. Dat moet speelbaar zijn voor de Belgen. Maar ik kan je ook vertellen dat de omloop de indruk heeft om almaar gladder te worden. Dat is echt waar, hoor. Na een klein beetje dooi is er opnieuw een ijslaagje opgekomen. Misschien door die ijzige wind. En je ziet ze letterlijk vechten voor hun evenwicht. Vooraan een wissel. Kasper heeft gewisseld. En dus is Pavel andermaal alleen. Zoals hij dat een ronde of twee volhield, kan die jongen van de twee gebroers, de jongste, kan die nog terugkomen voor de tweede keer. Hij heeft in elk geval nog de mentale wil, dat in elk geval. Deze kijkt toe. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de stek van Meusen. Renaat. 10 seconden de achterstand voor de ene broer op de andere. En dan is dat toch een goede zaak voor Pavel, die op weg lijkt naar de wereldtitel. Tenzij Kasper weer uit de doden opstaat. Dan kijken we Rijkhalzen uit naar het duel. En dan zien we, oh la 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 la, de struikelpartij van Meusen op de balkjes. Maar het is zeker nog niet gedaan, hoor. Want Konva, ja, die is ook maar half levend meer. Op 33 seconden. En hier Meusen, luid aangemoedigd, een heksenketel. Hij probeert het nog. Een gooi naar brons. Een gooi naar brons, maar wel een struikel over die eerste horde die hij tot dusver altijd zeer gezwind nam. Hè. Je kan er toch maar beter nog wat op zitten hebben. Hè. Dit is de jongste. Hè. En ik heb de indruk dat hij toch meer power, meer schwung heeft dan zijn broer. Ja, dit is de man in tweede positie. Maar daar is die broer al een bocht of twee verderop. Hij is al echt heel veel weggereden nu. Pavel rijdt dus voor Kasper uit. Nou, en slipper. Maar ik denk dat iedereen hier tegen de vlakte gegaan is, hè? Zonder uitzondering. En ook dat was voorspelbaar. Dat zal morgen niet anders zijn. Zouden ze dan toch maar beter met die spikes moeten rijden hebben? Ja, dat zal natuurlijk een geweldig voordeel geweest zijn. Wie dat, die tube, die zijn onbetaalbaar om hier rond te rijden. Dus maar het mag niet. Wat doet hij dat? Zeer behoedzaam. En zag je hem even omkijken? Waar zit onze jongste? Tja, maar hij moet toch ook maar oppassen. Dus als hij slim is, zou hij toch maar best een andere fiets gaan halen. Dus, want je moet zien hoe het eruit ziet. Die is helemaal doorweekt geweest, helemaal nat. De andere, de broer, de Kasper, heeft al wel een nieuwe fiets. Dus laat het hopen dat het geen probleem is. Maar het is dus effectief aan het vriezen nu. Een vaststelling, tot dusver weinig zicht op lekke banden. Weinig materiaalpech. Daar hadden we een beetje schrik van. Ja, gelukkig is het voor de renners is er weinig problemen om lek te rijden. Materiaalpech. Dus, want die posten die liggen dus heel ver uit elkaar. Dus er is ook nog een post, de tweede post, dus een dubbele post. Die ligt dus 200 meter voor de aankomst. Dus dan kunt u je voorstellen hoe ver dat die uit elkaar liggen. Dit is Konva en dan is Meusen plots ook nog eens voorbijgereden door Geoffroy. Ja. Dat is echt vaarwel natuurlijk, die droom om op het podium te kruipen.
Hij volgt nu op 46 seconden van Pavel Šepanjak. Volgt u nog, dames en heren? Dit is de vrolijke geschiedenis van een broederpaar uit Polen. Pavel en Kasper Šepanjak. Mede door wat pech is de jongste Kasper wat achterop geraakt. Een gedubbelde Spanjaard. Dat is Pavel weer. Wat meer gedrongen. Kasper wat frailer gebouwd. Ook daar zeer breed door die bocht. En dan weer optrekken. Het is een echte intervalcross. Dit parcours is hier gewoon voor Stibar neergelegd. Zeg wat je wil. Ja, maar het weer kan hij toch niet meespelen. Dus het weer. Natuurlijk is het hier veel kouder dan bij ons. Maar we hebben het gezien. Dus het is hier min 20 geweest. Zelfs nog een beetje meer. Maar dat durf ik bijna niet uitspreken. Min 27. Gisteren was het dan rond het vriespunt. Maar nu, morgen, min 8. En daar moeten we ons toch maar op vastpinnen. Dat dat de cijfers zijn of de waarden die naar voren gaan komen. Het is nooit een parcours van de lange rechte stroken waar Albert zo van houdt. Het is iedere keer een aaneenschakeling van korte sprintjes. En dat is de specialiteit van Stibar. Naar onze bescheiden mening. Renaat. Het verschil tussen de Šepanjak-brothers is aan het groeien. Het is aan het groeien, want hier komt Kasper nu pas op de brug. En dat zijn 17 seconden. 17 seconden achterstand voor Kasper op Pavel. En dan, ja, dan is de ene Pavel toch blijkbaar beter dan de andere Kasper. En dan die strijd voor het brons. Die wordt op dit moment nog altijd gewonnen door Konwa. Het lijkt wel een Pools kampioenschap. Maar dat is nog altijd om meer dan een halve minuut. Hij komt nu boven op de brug op 36 seconden. We hebben natuurlijk ook in onze geschiedenis zo van die verhalen gekend waar de Belgen alles kapot reden. Hè? De periode van Nijs en Willis. En Willis en Van Oppen met de Komijnen daar nog bij. Het is ook eerder gebeurd bij de profs dat de jongetjes uit ons land alle plaatsen op een podium bezetten. Hè? Het is nu aan Polen bij deze mannen in deze categorie. Hier is Pavel gepasseerd. Nu kijken we naar de passage van de kleinste, van Kasper. En die volgt nu toch al op een seconde of even kijken. 13, 14, 15. Dus dat lijkt me zeker, zeker zonder ongelukken voor Pavel. Dan Kasper, twee broers. Dat is echt onuitgegeven hier in de cross. En dan moet daar nu Konwa komen. En die komt daar uit de bocht als deze meneer zijn vlag wil opheffen. Alsjeblieft. Ah, daar komt die piepen en komt Choufoua erachteraan. Dit is Choufoua. Dus voor Konwa is het andermaal weer twijfelachtig. Ja, Choufoua heeft hem in het vizier en die gaat daar werk van maken. En dit is echt knap hoor. Choufoua, Tijmen IJsing, dat wordt volgend jaar iets om naar uit te kijken. Kijk, materiaalpost. Zoals jij het hem voor de koploper gezegd hebt. Hè? Ja, het moet. Hè. Het is effectief zo. Hè. Die ketting die begint te bevriezen. Je pion kan eigenlijk vastlopen. Die remmen, het schakelsysteem. Verstandige keuze. Slimme, slimme kerel. We zijn in de laatste ronde, dames en heren, van een wereldkampioenschap waarin Tom Meeuwsen en in het begin ook Jim Arnouts een beetje achter de feiten moesten aanhollen. Maar dat is vooral te danken aan die blitzkrieg, die enorm snelle opening van de Polen. Deze man heeft de wedstrijd van bij de start gigantisch snel opengetrokken. Heeft een razendsnelle eerste ronde neergezet. Ging nog versneller de volgende ronde. Zijn broer kwam terug. Maar die had zich blijkbaar een klein beetje vergaloppeerd of bezeerd bij een val. En moest hem dan weer laten gaan. En Meeuwse kwam eens even likken aan de prijzen. Maar uiteindelijk kwam hij nooit echt in de prijzen. Nee, hij heeft dus altijd achter de feiten aangehold. Aangehold op een gegeven moment. Dus ja, alles binnen handbereik. Dus, maar hij heeft het nooit niet geklaard om helemaal zich tussen de polen te gooien. Het wordt een beetje het verhaal van Wesley van der Linde, die er ook nooit in slaagde om wereldkampioen te worden bij de belofte. Wel eens een keer die op het podium kwam, maar oh zo graag wereldkampioen wilde worden. Dat lukte niet, hè? Renaat. Het is nu boodschap voor Pavel om recht te blijven. Kijk, als je hem in beeld ziet hoe behoedzaam hij door een van die bochten gaat. Hij staat bijna stil, maar de wereldtitel kan hem nog amper ontsnappen. Of hij moest lek rijden, maar dat wensen we hem natuurlijk niet toe. Zijn broer rijdt aan de overkant van het parcours, ziet hem rijden. Maar het licht gaat ook langzaam maar zeker uit bij Kasper, die er zeer getekend uitziet door de inspanning. Ook hij heel behoedzaam door die bocht. Handjes aan de nadar en zich dan weer op hang trekken. Het gebeurt allemaal op 25 seconden.
seconden ondertussen. Met andere woorden, hij had nog moeten rijden voor die zilveren medaille. Want Geoffroy die probeert nog iets hoor. Geoffroy volgt hier nu op, wat is het, 6, 37 seconden. 12 secondjes verschil tussen Casper en Pavel. Maar die bocht, dat ging alles behalve goed voor Geoffroy. Dus ziet het er goed uit voor die vierde plaats, voor zover die hem iets waard is. Misschien nog brons voor de Fransman. Hier in elk geval, Meeuwse, laatste keer hier in deze bocht op 52 seconden. Hij staat helemaal stil. Hij heeft gespeeld, hij heeft verloren. De Polen waren te sterk. Ja, wat heet de Polen? Het brons is ondertussen voor Geoffroy, hè, want Conwa die zit hier nu achter Meeuwse. Dus Meeuwse in vierde positie. En daar is een positie te ver voor het podium. En dan gaan wij even kijken, net als vorig jaar, na dag 1 zonder medaille zitten. Maar de profs hebben dat dan ruimschoots goed gemaakt met goud voor Albert en brons voor Nijs. Dit is een Costo en dit is een man voor de toekomst, Geoffroy. Hij is erin geslaagd om 3-4 keer een mentale tik te overleven. Hè? Een tikje van... Meeuwse, ook een tikje van Conwa. En toch doet hij dat uitstekend. Kan hij nog een plaats opschuiven? Ja, alles kan nog natuurlijk. Er mag niks, totaal niks fout gaan. Dus maar hij zit nu al mooi veilig voor de derde plaats te rijden. Wat doet hij dat nog voortreffelijk? Hè? En ik denk dat Meeuwse daar uit de achtergrond kwam. Dan nog een tussensprint. Wat heeft hij in godsnaam nog overschot? Deze Pavel Šepanjak. Ho, ho, ho. Dus met voorsprong de sterkste, Renaat. Hij springt nog altijd, Meeuwse. Maar het wordt heel moeilijk voor die bronzen medaille. Integendeel, het is vooral de Fransman die nog naar voren kan kijken. En als er iets gebeurt met Casper, dan is Geoffroy misschien bij de pinken. Dat is wat we ook net in de mot hadden. Bij een vorig beeld zagen we ze allebei door dezelfde camera gevangen. Het zit er bijna op voor deze knaap. Ja, krijgt nog een verraderlijk stuk naar de tweede trap. En vanaf dan is het heel veel bergaf richting aankomst. Hij wordt in maart 21 en is goed anderhalf jaar ouder dan Casper. Die is nog altijd maar 19. Hè? Dus ook Casper kan hier nog wel een paar keer, als hij dat tenminste wil, bij de belofte zijn ding doen. Is... Hier altijd heel voorzichtig zijn. Hij is dus echt wel heel voorzichtig. Maar dat moet. Is dus ook de laatste ronde op een andere fiets terechtgekomen. Hij zal daar zeker niet gerust in zijn in het machine waar hij nu op zit. Voelt altijd anders aan in die laatste ronde. U ziet dat niet, dames en heren, maar dat is je reinste rottigheid. Hè? Het krioelt daarvan de sporen, die zijn vastgevroren. En als je in zo'n verkeerd spoor sukkelt, ja, dan ga je tegen de vlakte. En dat is hard tegen onzacht. Ja, het gaat wat warm morgen. Dus ze hebben het nu op ondergrond gereden, lichtjes onttooid. Allemaal kleine spoorjes gaan ze nalaten. Die gaan vannacht dus echt goed bakken in de diepvries. Dus tot min 10. Dus het zal er morgen mooi bij liggen. Het is nu consolideren, houden wat je hebt. Goud, zilver, brons. Het ligt nu toch al een poos vast. Kijk maar, Geoffroy, vooral met de Tom Meeuwse bezig, die daar nog altijd handig de bochten neemt. Daar is hij een kraan in, zonder meer technisch de betere. Zelfs de evenknie van de betere techniciens bij de profs. Het schort hem alleen nog een beetje aan power. Kijk, dat is Conwa met korte broek. Dus het wordt dus echt wel koud. En het was ja, te zien. Ik denk dat ze best een lekker lang broekje aanhouden morgen. Het zag er geruime tijd naar uit dat we 3 Polen op het podium zouden krijgen. Maar Conwa... Die is er een beetje onderdoor gegaan in de slotfase. Wellicht dus, zoals Paul hier uitlegt, ook door de koude temperaturen. We gaan nog naar de laatste bocht opgelet. Want hier zagen we vanochtend een paar van de junioren tegen de vlakte gaan, Renaat. Ja, maar hij ging daar zonder risico door, Pavel Šepanjak. Het is een open doekje van de mensen die hier nog blijven staan zijn om hem aan te moedigen. Hij wordt de wereldkampioen zonder ongelukken. Want zijn broer die komt daar nu pas om het hoekje piepen. En we gaan nog 1 keer klokken om zeker te zijn wat die situatie betreft. Maar hij mag gerust zijn hoor, Pavel. Casper, zijn broer, volgt op 22 seconden. Maar het verschil tussen zilver en brons is niet zo groot. Hè. We zien ook Casper Šepanjak heel ongerust achterom kijken. Want hier komt Geoffroy op 31 seconden. Dus 9 seconden verschil tussen die twee. Geen foutje maken bij de ene pool. Kan ja, fataal zijn voor de Fransman. We zijn bijna binnen. Nog 1 keer alle kracht zetten om die Dekselse brug
te pakken. En dan die fikse afdaling, die nogmaals een stuk steiler is dan u vermoedt. Ook hier dus tijdig het voetje los. Zekerheid inbouwen, dan toch weer het voetje vast, maar niet helemaal vast klikken. Dat doe je nu pas. En dan weer optrekken. En dan op naar de verlossing, naar het asfalt. Daar mag je pas een feestje bouwen. Hij kan er in elk geval veel tijd voor nemen. Kasper, wat zeg ik? Pavel Szczepaniak, daar al een handje richting supporters. Hoeveel Polen zouden hier naar de Tsjechische Republiek afgezakt zijn? Daar gaat hij naar de laatste rechte lijn. En wat moet dat een zalige gedachte zijn. Wereldkampioen worden als eerste Pool in de geschiedenis hier bij de belofte. En vlaggen meekrijgen. En dan straks ook nog weten dat je jongere broertje mee op dat podium mag. Hè? Zalig. Mooi. En dik verdiend wereldkampioen. Pavel Szczepaniak. En of hij gelukkig is. Schuddebolt van ongeloof. En dan toch nog een sprintje voor de tweede plaats. Jouffroy, die houdt er nog alles uit. Gaat onze vriend Kasper dat nog redden? En dat doet hij. 1-2 voor de Szczepaniaks. En Jouffroy is echt een knappe derde. Heeft die wat in de tank, zeg? Ja, dat belooft. Hè. Wie dat daar de komende jaren tegen moet gaan rijden, dat moet je goede papieren hebben. Jouffroy kan met andere woorden wat Meesen vandaag niet kon. Daar komt Meesen. Op de meest ondankbare plaats, mag je wel zeggen. Vierde. En dat is, gezien zijn ambitie, niet genoeg. Niks minder dan de wereldtitel, zei hij vooraf. Nu is hij vierde. Tom Meesen. Dan komt daar Komba, die gaat naar een vijfde plaats. En Gavenda is nog opgeschoven naar plaats 7. Grand 6. En Gavenda 7. Na Vermeers vanochtend vijfde, nu vierde. We kunnen ons troosten in de gedachte dat we opschuiven. En op de achtste plaats Sascha Weber, de Duitser. Dan komt daar Tijmen Eising, die wordt negende. Dat is ook zeer goed. De junioren wereldkampioen van vorig jaar. En dan gaan we de tiende nog volmaken. En dat moet Silvestri zijn. Elias Silvestri, de Italiaan. Voilà. Er komt nog een landgenoot binnen. Dat moet voor een dertiende plaats zijn. Is dat Bas Daans, Paul? Dat moet Bas Daans zijn. Trentin van der Haar en... Het is van Komperdolle. Goede eindfase. Ja. En hier is Bas Daans. Die wordt dan veertiende. Voilà. Renaat bij Meesen. Tom Meesen, vierde is de meest ondankbare plaats. Wat is je eerste reactie? Ja, ik begin mij een beetje opgeblazen met die pol, echt rap rijden. En dan een klein beetje problemen met mijn versnelling, ja, dat oversprong. Maar er waren er drie beter en ja, ik kon niet beter. Ik heb alles geprobeerd, maar ze waren te sterk. Die Polen, was je verbaasd toen je met z'n drieën voorop zag rijden? Ja, ik had wel verwacht dat die goed gingen zijn, maar zo goed had ik niet verwacht. Ja, ik zeg het, er waren er drie beter en ja, het zijn vierde. Maar het is geen mooie plaats, maar het is wel het meeste wat erin zat. Kasper Szczepaniak was de verwachte Pool, het werd zijn broer Pavel. Ik had zijn broer meer verwacht, maar ja, die waren op het Europees kampioenschap ook goed. Het zijn mannen die twee wedstrijden heel goed hebben gereden, het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap. Ja, kampioenschaprenners zeker. Je kreeg heel veel applaus door over de balkjes te springen. Ja, maar ik had liever gehad dat het voor de overwinning was. Nu was het om een vierde plaats te brand te slepen. Het was, ja, het is ondenkbaar. Ik ben wel ontgoocheld. Je verlaat Tabor met een kater? Ja, zeker wel. Maar je wordt prof en je hebt brons gehaald op het voorbij Belgisch kampioenschap. Jou wacht een mooie carrière. Ja, ik hoop het, maar ik had dat willen verzilveren op het wereldkampioenschap en dat is gewoon niet gelukt. Dus, ik had hier naartoe toegewerkt en ja, het is niet gelopen gelijk ik wil. En dat mogen ontgoocheld zijn, denk ik. Tuurlijk. Nog een woordje over de omstandigheden. Het leek alsof de omstandigheden tijdens de koers veranderden. Klopt dat? Ja, het kwam meer modder in modder. Maar er waren een paar verhaallijke ijsplekken. Morgen zullen die ook wel doorslaggevend zijn, denk ik. Ik denk wel als ze bij de pros een hele mooie wedstrijd gaan hebben. Dankjewel, Tom Meesen. Gold medal and the silver medal of your brother Karel. Kasper, sorry. Yeah, I was very strong today. I always riding on the front, and I so very happy. Pavel, it was cyclocross, but also a little bit skating today with a very very icy course. Yeah, it's very slippery and a little bit ice on the corner,
And in Poland it's the same weather, and we training 1 week ago every time on this snow. You were third and bronze medal last year in Ogeride. This year you took gold, so it's a dream becoming a reality. Yeah, it's the Jersey World Championship was my dream in my life, and it's possible. And you got it. Thank you and congratulations. Die wereldtrui grijpen naar de derde plaats. De bronzen medaille van vorig jaar in Ogeride is absoluut een droom. Ik was sterk. Ik reed veel op kop. En ik was blij. Al dus zijn eerste zin in beperkt Engels. En wat dat schaatsen betreft, ja, zegt hij, ben ik wel een beetje gewonnen. Want vorige week hebben wij in Polen in gelijkaardige omstandigheden elke dag op de sneeuw getraind. Het parcours ligt er glad bij. Het ijs ligt vooral opgehoopt in de bochten. Zoals dat in Polen het geval is. Polen boven, zo is het. Hier, het broederpaar. Toen dachten we nog, het zal voor Kasper zijn. Alhoewel, dit is Komba, hè? Klopt. Dit is Komba. Het was dan Kasper die naar voren schoot. En hier zien we Geoffroy. Dit is de jongste van de twee. Die een beetje het probleem heeft dat Albert heeft. Zijn helm staat wat los, wat meer naar achter. Het riempje moet een beetje meer aangeschort worden. Ja. En hoe zit het met onze landgenoten? Meeuwsen dus vierde van Compernol, 13e Baastaans, 14e Jim Arnouts, 26e en Adams, 33e. Erbij zeggen dat Baastaans op 1,45 aankwam, Arnouts op 3,12 en wat zeg je, Arnouts op 3,12 en Adams op 3,52. En de Nieuwelaren, die vinden we niet in de uitslag. Die hebben we zien stappen met zijn fiets. Hij kon niet meer rijden. Juist. Dus zal hij gedacht hebben, het heeft geen zin meer. Ja. Goed, Renat. Bij de bondscoach Rudy De Bie. Twee wedstrijden achter de rug en nog geen Belgische medaille. Dat lijkt me tegen de verwachtingen in. Oh, tegen de verwachtingen in. Ik denk, bij de junior was het met Gianni. Hebben we er heel kort bij geweest. Dat was een beetje onverwacht. Nu met Tom lagen de verwachtingen hoger en lukt net niet, maar ja, werp alsjeblieft geen steen naar Tom, want ik denk dat hij er alles aan gedaan heeft. En dat dit, ja, dit kan gewoon gebeuren. Het zijn ook de namen die vooraan waren, zijn ook de verwachte namen. Ook Pavel Šepaniak? Minder, maar ja, op het Europees kampioenschap stond hij er toch ook, dus blijkbaar een typische kampioenschapsrenner. Hoe verklaar jij die resultaten van de Polen? Want ook Conwa was eigenlijk goed. Ja, Conwa. Ik ken Conwa al een paar jaar, ook als mountainbiker. Bijzonder getalenteerd renner. En het is ook zo, ja, in België veelvoud van wedstrijden, klassementen. En dan ja, het einde van het seizoen, het WK. Voor sommige renners wordt het dan net iets te veel. En dan is frisheid ook een belangrijk argument. Een verklaring voor de prestatie van Meeuwsen? Ja, misschien niet 100%, 99%. Maar dat is dan niet genoeg om op een WK een hoofdrol te spelen. De omstandigheden die, ja, die veranderen elke minuut, zo lijkt het wel. Ja, het is goed weten wat krijgen we morgen weer al voor de wielen. Dus vanmorgen was het nog vrij hard. Tijdens de wedstrijd van de junior werd het zachter. En nu was het op sommige plaatsen zelfs vrij drassig. Ja. En dan waren er ook nog die ijsplekken die vrij kwamen te liggen. Het wordt een beetje loterij, lijkt het ook wel, bij de profs dan. Gewoon loterij. Het is ja, omgaan met de omstandigheden. Het parcours wijzigt constant. Je rijdt van vrij natte stroken naar ijsplekken, schaduwplekken, zonplekken. Dus ja, het is heel verraderlijk. Ben je ontgoocheld? Nog geen medaille en zeker ja, niks voor Tom Meeuwsen, toch de gedoodverfde topfavoriet bij de belofte? Oh, ik persoonlijk niet, maar ik vind het heel jammer voor Tom dat hem ja, toch geen, al weet was het die derde plaats, zou hem zeker veel voldoeningen geven. Hem nog. Hij wint de wereldbeker weer, maar ja, hier kijkt ook iedereen naar uit. Geeft net dat tikkeltje meer uitstraling en hij verdient dat zeker. Dankjewel, Rudy De Bie. Wij zijn klaar voor de ereceremonie. En de Tsjechische meisjes ook. Ik wil jullie graag nog eens de top 10 van vandaag geven. En u daarbij onmiddellijk dan zeggen dat er in die top 10 uiteindelijk één Belg geëindigd is. Hè? Tom Meeuwsen, de enige. Het is ooit wel eens anders geweest. De gebroeders Šepaniak op 1 en 2 en Geoffroy op 3. Vooral die mannen van Šepaniak die bewijzen dat je het ook anders kunt aanpakken en dat je in zo'n WK kunt investeren. Dat zullen wij denk ik nooit leren.
om even gas terug te nemen, om die klassementen eens een keertje te vergeten, om links en rechts een cross te laten vallen en vooral met veel overschot aan de start komen van zo'n WK. Dat zullen wij nooit leren. Dat zit niet in onze genen. Dat denk ik ook niet. Dat is, en dat wordt ook bijna niet aanvaard. Dus al die koersen komen dus live op tv. Moest er daar eentje rond de 30ste plaats liggen, bengelen. Het is nog eens gezegd, die Chepagnac, dus in Ruddervoorde was die nergens te vinden. Dus, en dat was ook al, dan moeten onze renners al top zijn, hè, want dan, daar draait het allemaal om. Meersje dus vierde, Conwa nog een pool, vijfde. De drie Polen die hier gestart zijn, alle drie in de top vijf, alsjeblieft. Dan Grand, de Zwitser, op zes. Gavenda, zevende, ook een teleurstelling hoor. Weber op acht. Tijmen Eysing is eerste Nederlander, een negende. En Elia Silvestri is de beste Italiaan op een tiende plaats. Dan volgen Trentin en Van der Haar. Van Kompernolen is dertiende, Baastaans veertiende. Dan Polnitski, Van Empel, Petrouch en Meissen. Arnaud Jouffroy na de wereldtitel bij de juniores in Treviso in 2008. Waar hij kop en schouders boven de tegenstand uitstak. Hij is derde. En gaat in de toekomst ongetwijfeld ook bij de profs een rol van betekenis spelen. Hij gaat meedoen met de allergrootste, daar ben ik van overtuigd. Deze man bulkt van het talent en hij wil zijn zinnen op crossen blijven zetten. Dat belooft. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er bij de jongste van de twee Chepagnacs toch een zweem van ontgoocheling is. Dat hij zich een plaats hoger ingeschat had. Misschien wel, dus maar al bij al zal hij toch nog tevreden moeten zijn met zijn broer naast hem. Hij is 19, wordt straks 20. Volgend jaar worden de wereldkampioenschappen georganiseerd in Sint-Wendel. Toen we daar het laatst waren in 2005, lag daar ook sneeuw. Vermits hij daar goed op is, kan hij vooruitkijken. En de oudste van de drie, hij heeft het pleit gewonnen op een parcours dat echt veeleisend is hoor. Zag hij ze stuk gaan in de slotfase. Ook daar morgen rekening mee houden. Pavel Chepagnac, wereldkampioen. Een opvolger van Philippe Valsleben. Er ook bij vertellen, eerlijkheidshalve, dat dit een klein beetje een leeftijdsgenoot is, met wat goede wil, van Albert en van Boom. Dat we toch niet het niveau halen van een Albert of een Boom, ook niet met deze jongens op het podium. Jouffroy, even bij de beschouwing. Ja. Dat klopt grotendeels, dus maar je weet maar nooit. De twee Chepagnacs zitten nu in Belgische ploegen en daar draait toch ook allemaal een klein beetje om. Daar worden ze toch grotendeels opgevangen, daar worden ze toch gevormd als crosser en misschien ook voor de toekomst. Ook Jouffroy zit al bij een ook bij Belgische de KCB, ploeg, ja. Dan dus vraag ik mij af, slapen al die Franse ploegen? Je kan dat nog altijd in de crosser investeren, ja, zoals La Française des Jeux doet bij, of met Mouret. Zelfs de winnaar heeft vandaag op een Libotonfiets gewonnen. Wat zal die blij zijn? Nog een titel erbij. En we luisteren naar de hymne van Polen. Eerste Poolse wereldkampioen in de geschiedenis van het veldrijden is een feit.
Ik ga eens even terug naar 2002. Toen stond Kuzniak op het podium bij juniors na Kevin Powles. Kuzniak heeft zich later toegespitst op het mountainbiken. Nogmaals, Paul, met het oog op de profs. Wie verwacht je nu het meest op basis van wat je hier gezien hebt in de wetenschap dat het morgen iets meer bevroren zal liggen? Dan kom ik onmiddellijk bij Nijs terecht. Dus Albert kan verrassen, maar hij moet het laten zien natuurlijk. Dus ja, van Nijs weten we. Hij heeft daar 6 koersen op sneeuw gereden en bijna alle 6 gewonnen. Het Belgisch kampioenschap gelijkaardig van hetgeen dat ze hier gaan krijgen. Hier is het dan wel heuvelachtig, maar laat dat maar aan de kant staan. Dat kan Nijs ook. Dus, maar dat is onze troef. En wat denk je overal? Want nu heb je het over de Belgen. Ja, dan komt er eentje bij waar we dus heel veel schrik moeten hebben van hebben. En dat is Stibar. En de rest denk ik wel dat onze Belgen weten wat hun te doen staat. Ik verwacht er heel veel vooraan. Elke lopende meter, elke lopende centimeter is er voor Stibar neergelegd. Dat is onze bescheiden mening. Ik dank de Belgische ploeg, onze ploeg.